Ik denk dat iedereen wel eens twijfelt over zijn uiterlijk. En die twijfel kan dan soms snel, soms wat minder snel weggenomen worden door een spiegel, een vriend, een vriendin, familie. Maar ik denk dat het heel zelden gebeurt dat twijfel weggenomen wordt door de overheid. Mij is dat vandaag wel overkomen. Ik woon in Den Haag en was vandaag tijdens de boerenprotesten op het plein in Den Haag. Dat afgezet werd met allerlei politieafzettingen. En het viel me op dat bij de politieafzetting recht voor mij af en toe mensen teruggestuurd werden. Die wilden verder het plein op, wat eten, wat drinken, een kopje koffie. En die werden teruggestuurd. Dus ik besloot om even te gaan vragen wat er nou precies aan de hand was. En mij werd verteld dat boeren er niet door mochten. Dat verbaasde me, want ze leken heel vredelievend. Groepjes van 2, 3, 4, 5 hooguit. En ze hadden, zo te zien, absoluut geen kwaad in de zin. Ik begrijp dat ze proberen de boerentractoren tegen te houden die misschien wel het verkeer stremmen of dingen kapot zouden kunnen maken. Wat ik ook wel mee vind vallen in verhouding tot hoeveel boeren en hoeveel tractoren er zijn en hoe weinig er vernield wordt. Maar ik begrijp dat ze daar wat aan willen doen. Maar dat ze de stad verder niet in mochten, dat vond ik een beetje vreemd. Dus ik vroeg me af waarom ik wel mocht en veel van die mensen die ik voor mijn neus geweigerd zag worden, niet. Omdat u er niet uitziet als een boer, meneer. Nee, ik heb even met mijn hoofd geschud en het antwoord op me in laten werken. Maar dat was echt hun reden. Maar ik zeg, hoe weet je dan of iemand een boer is? Ja of nee, oh meneer, dat kunnen we zien. Of het, we kunnen aan de kleding zien of aan dat feit dat ze klompen aan hebben of kaplaarzen. Of we kunnen het aan het accent, aan hun dialect merken. Ik heb daar een minuut of vijf met die agent staan praten daarover. En hij bleef zelf ook wel een beetje beschaamd. Want hij begreep ook dat het een beetje raar overkwam. Vandaag is er in Den Haag een politieverordening die het toestaat om mensen om hun beroepsgroep of hun uiterlijk tegen te houden. Ze mochten niet. Bij mij op het terrasje kwam er af en toe een klein groepje boeren zitten, gewoon om een kopje koffie te drinken. Die werden daar afgehaald door de politie en teruggestuurd. Het is een soort niet etnisch profileren, maar dialect profileren, deel van Nederland profileren. Ik vraag me af hoe dat zou werken als je mensen met hoofddoekjes of mensen met een donker uiterlijk, wat dan ook, op die manier tegen zou gaan houden. Ik denk dat de wereld te klein is. Het is een, of je nou met de boeren eens bent, ja of nee. Ik vind het absoluut schandalig. In Nederland word je tegengehouden als je vredelievend bent en er verkeerd uitziet of het verkeerde beroep hebt. Ik kan er niet over uit.